Ik ga nooit nog een stap binnenzetten in Duitsland. Maak een Maralejo remix. Oh, dat gaat een hitje worden, hè? Maralejo, Maralejo, Maralejoza. Hallo, wij zijn Chef en Pieter Jan van het YouTube-kanaal Supercontent. En wij hebben geen vrienden. Maralejo, maar dat kan toch niet? En daarom gaan we elke week op zoek naar een nieuwe vriend. En deze week hebben we een heel speciale vriend. Namelijk... Jens. Jens uit de Doel! Weet je, de publiekslieveling die afvalt. Ja, maar ja, het was wel grappig. Een beetje entertainment voor Vlaanderen. En omdat ik ook zelf een beetje gedreven ben en al. Ja, en, ja, ja. Ach, het was soms een paar woorden keer herhaald. Like, mohoza. Mohoza. Ja, is dat gezegd? Ja, blijkbaar als ik veronderd ben, zou ik wel een keer met mohoza. Allee, moho. Mohoza. We hebben toch een klein cadeautje voor u. Ja. Dat is echt de max, vind. Wat staat erop eigenlijk? Moralejo, Moralejo, Moralejo. Dat is dus de t-shirt van, die iedereen kon winnen voor, met onze recap. Elke week doen we wedstrijd. Elke week een t-shirt. Super. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Amai. Amai. Wow. Nog een cadeautje. Ja, amai, 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 amai. Amai, 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 amai. Is dat de nieuwe code? Nee. Tromgroffel. Ja, 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 de bomen doen, de bomen doen. Ah, heel belangrijk, de shampoo. Als die bomen opvalt, vind ik geen shampoo mee. Mohoza. Nou, ik ben goed. Ja, goed. Ja, ja, ik goed. Want, ja, ja. Ik weet, je bent wel wat gewend, want we mogen het zeggen. Jouw wederhelft is eigenlijk kapster. Inderdaad, dus ja. Ja, dus je hebt wel een hoge standaard waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Is hier ook aanwezig? Ze is hier ook eigenlijk aanwezig. Misschien moest ik in de opinie geven over de shampoo. Voilà. Dat is hier de shaman. Dat is de meeste bron dat ik denk. Beschrijf nog eens hoe je in De Mol terecht kwam. Dus ik was de kortste deelname ooit. In de geschiedenis van De Mol? Mooi jongen. Als compensatie kreeg ik dan de reis naar Frankfurt. Echt mooi, echt tof. Die vlucht zat volboekt, dus als compensatie mocht ik... Via Lanzarote. Heb even vertoeven in de zon, lekker ontbijtje, heb massage, lekker eten een heleboel. En waarom waren uw vrouw en uw kind? Die gingen eigenlijk ook meegaan, maar... Ik moest een dag eerder gaan, omdat er met de sponsor Tui moest een fotoshoot gehouden worden. Een shoot met de klokken. Een shoot met mijn klokken. Maar dus ja, dan zat je daar in the middle of nowhere in een taxi. Ja. En dat vond je normaal? Nee, ik vond dat niet normaal. Niet normaal. Dat niet. Die van Tui was ook continu Spaans aan het spreken tegen een taxichauffeur. En ik zei, die aan haar affaire. Ik zei, dus Winder komt er toe om die switch te doen met die auto. Hij zegt een taxichauffeur in Spaans dan, ik ga eerst een salut zeggen dat de familie die hier binnen is, zegt hij. 2 minuten erachter zegt hij van Toei, ja sorry Jens, maar ik moet net heel dringend pipi doen. Ik wil even naar binnen. Ik zeg, ja, het gaat plezant worden naar binnen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Was daar ook een shoot met de klokken. Ja, ja, Spaanse klokken tonen, ja. Ja. Wat gaat er door je heen als je dat rode scherm ziet? Jens en Toon. Allee jong. Jullie dachten dat jullie goed bezig waren, hè? Ja. Ik dacht dat we goed bezig waren. Ik dacht dat ook. Allee jong. Ja, zeker, want op alle ja-nee-vragen denk ik altijd ja en Toon altijd nee. Dus hebben we sowieso een punt. Ja. En toen onze vierde verdachten een beetje spreiden erop, dus... Ik verstand ook niet. Maar dus dan zie je dat rode scherm? Ja, toen valt de klok op mijn kop, hé. Ja, ja. Ik heb het weer niet geloven, hé. Maak een Maralejo remix. Oh jong. Nee, DJ? Nee, verder wel. Toet, een Vlaamse slager kan ik het hebben. In de mix? Ja, ja, zo mag ik het hebben doen. Ja, ja. Wij kennen ook een andere Vlaamse slager. Namelijk Omdat het kan, Sound System. We hebben inderdaad een Maralejo remix gemaakt door Omdat het kan, Sound System. Dat is een direct mee in de vibe eigenlijk. Wie wil deelnemen aan de molen wat te winnen? We staan in een zieke schot, ik zeg maar in. Ik zag midden met de mol, ik zag het er 30 jaar er nog over komen. En dat gaan we vieren. Dat gaat een hitje worden, hè? Machtig, machtig. Machtig, machtig. Moralejo, 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 lo, lo. Ik vind het fenomenaal, fenomenaal. Fenomenaal. Bij 5000 likes op deze video maken we een lange versie van dat lied. En gaan we het ook uitbrengen. Dus ja, liken. Dank je, por favor. Jeroen Robroek vraagt van waar al die practical jokes. Die heb ik in die schoen. Maar voor wat? Je gaat dat straks zien.
met de beste cameraman. En ook zo'n TikTok-accountje, Ciela. Ik kan ook een keer met drie vrienden ons ingegraven. Eigenlijk een beetje hetzelfde concept. Yeah. En dat had toen, denk ik, 3,3 miljoen views. Oh! Dus mensen kunnen je ook daarvan kennen als ze vragen wie is dit? Nee, oh, ik weet niet anders. Ja, misschien. En dan noemt hij een account. Jens Zitterman 6, denk ik. Ja. Maar Jens Zitterman bestond al, dus moest ik er getallen plakken. Ik zei, ja, 6 vind ik nog sexy. Ja. Zoals het net vond ik het onderover. Ik zei, dat is, nee, dat is niet. Onder 6. Nee, nee. Dat was het net op hun alleen. Ja. Juist, ik heb mijn klokken toen, ja. Kan Jens mol in het meervoud zeggen? Hij stond er niet tussen mijn potentiële mols. Is het nu mollen of mols? Ik denk dat mols beter is, ja. Mols. Heb je nu nog meerdere mols die je verdenkt? We zijn wel in de bepaalde richting gaan kijken dat ik nog niet gekeken had. Jij ziet niks of wat? Ik zie niks. Ga je alsnog naar de moezel gaan eigenlijk? Ik ga één ding beloven. Ik ga nooit nog een stap binnenzetten in Duitsland. Never. Dat is natuurlijk niet zomaar. De mensen dat ik ga zeggen, ja, en dat we hadden naar Duitsland, dat niemand, nog geloven. Dat is nu iets dat ik geloof, hè. Je had die reis wel gewonnen, hè? De grote... Met plakkaat, ja. Met plakkaat en al, maar eigenlijk niet. Moet ik mijn vlucht al niet naar Frankfurt? Maar nee, Jens, je moet niet naar Frankfurt. Dat is een mopje. Eigenlijk niet, dus ja, eigenlijk is het misschien ook wel een boodschap naar woestijn is. Van ja, alsjeblieft, maak dat ik in orde. Toch, want... Dat een echte race en geen fictieve race. Voilà. Want, het is tof voor hun programma, maar hij wil eigenlijk een race. Ja. Maar dat kan toch niet, vind ik. Eigenlijk een beetje ontevreden. Ja, het is toch iets die knaagt. Hij kreeg die check, de moezel, en hij wil naar de moezel voor te gaan moezelen. Moezel. Maar je kunt dan niet gaan moezelen, dan mag de moezel check niet echt is. Dus. Moezelen of moezels? Ik denk toch dat moezelen is, ja. Doe een alle ho away. Ah, ja. Je weet wat dat is? Ik denk dat dat een cadeautje is voor een van de kijkers, ja. Wat geef jij weg? Ah, tromgeroffel. We geven vandaag weg deze prachtige t-shirt met de code Maralejo, Maralejo. Maralejo. Dus we geven nog een laatste t-shirt van Maralejo weg. Ja. Nu, wat moeten de mensen commenten? De mensen moeten reageren. Plaats de locatie voor mijn volgende race. En waarom moet ik naar dat land gaan? En niet meer moezel. Geen Duitsland. Geen Duitsland. Er mag eventueel een tussenstop. Er mag onderweg wel een keer gestopt worden. En via waar moet je er naartoe vliegen? Ja, dat speelt groot. Nog een vraagje. Ik kan nog eens een vraag stellen. Hoezo had je een gesprek met de dating-expert als je niet wist dat je meedeed aan de mol? Hoe belangrijk is seksualiteit voor jou? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja. Ik werd gebeld enige tijd ervoor. Iemand van de redactie die zei, we gaan een nieuw programma beginnen. En dat noemde ik de rol van je leven. Ik weet niet wat dat mag, maar en in het testkader van dat rolprogramma zouden we graag een paar testjes doen met u. Zie je dat zitten? Dus ze hebben gedaan alsof ze een nieuw programma maakten? Ja. Dit is eigenlijk ook een test voor het volgende seizoen. Ja. Echt, supercontent bestaat niet. Dat is even verschieten. Zet er een derde seizoen in voor Jens Zitterman? Goed, denk dat niet. Dat denk ik ook. Soms moet ik stoppen. Nee, op je hoogtepunt. Ja. Op je hoogtepunt, ja. Wat ga je nu doen met je klokkenspel? Die hangt eigenlijk aan de muur in de living. Die had eigenlijk echt een schoon plasje boven de tv. Je hebt hem ook mee vandaag. En dat past in je interieur. Ja, anders kon ik hem geen fles erbij nemen. Ja, maar dat past echt aan het interieur. Hè. Okay. Ja. Oeh, ja. Maar dat past echt aan het interieur. Hè. Is dat de eigen creatie? Dat is eigen creatie en eigen fabricatie. En fabricatie ook. Ja. Het rijmt ook. Ja. Ja. Dat kan wel in de recap. Ja. Doe eens goed met de klokken. Nee, met mijn klok, maar met de andere. Ja. Naar wat smaakte de rode bom in de auto? Nee, ze gaan niet ploffen. Godverdomme vent. Naar confituur eigenlijk. Ja? Niet naar citroengesten. Citroengesten? Dat ken ik niet. Blijkbaar moet je zeggen zesten, maar dat wist ik niet. Ja, ik zie eerst citroengesten, ja. Citroengesten, is dat zo die ding? Die... Gesten? Wie was de winnaar van de vorige giveaway? Oh, spannend. Wat? Ga een keer kijken. En? Top. Oh. Proficiat. Ja. Proficiat. Terechte winnaar. 100% terechte winnaar. Ja, normaal vragen we altijd aan onze gasten, zeg eens in de camera, amai wow. Amai wow. Maar natuurlijk wil ik nu een beetje aanpassen. En zouden je willen vragen om nog één laatste keer en daarna moet je nooit meer... Met zijn zwoele stem. Met de zwoele stem, In de camera, maralejo, maralejo, maralejo. Ik denk dat dat duidelijk is. Bij deze. Maralejo, maralejo, maralejoza. Amai.
Wow. Jens, ben je klaar voor het eindlied? Ik ben niet klaar, maar we gaan toch proberen, ja. Vond je deze video fijn? Ja, ik wil hier nog eens zijn. Nog een keer, volgend seizoen. Ja, hij wil hier nog eens zijn. Super. Dus heb je genoten van onze show? Ja, want dat was weer volle bak rock en roll. Ook wel goed. Maar... Ik dacht dat ging zeggen, maar alleen hoop, maar alleen hoop. Genoten van onze show. Onwaarschijnlijk, moraleho. Onwaarschijnlijk, moraleho. Bedankt om te kijken naar deze extra aflevering van Vrienden worden met Jens Zutterman. Wil je deze t-shirt winnen, maraleho, dan laat dan weten naar waar dat hij op prijs moet gaan. Vergeet de video niet te liken, want bij 5000 likes brengen we de volledige versie uit van de Maraleho remix. En dan zeggen we, zoals we altijd zeggen, thank you. Per favor. Thank you, per favor. Dat kan toch niet zijn? Maraleho. Por favor.